Hier zijn we weer met onze natuurervaringen van de Haarlemmermeer, een omgeving waar je ook zelf aan mee kunt doen. We zijn vandaag in ons project in het Groenendaalse Bos. Elke week delen we een paar ontdekkingen die wij afgelopen week gedaan hebben. Deze tijd is weer in het teken van de paddenstoelen. We hebben een aantal paddenstoelen tegengekomen. De spekstelen, de zwavelkopjes, maar de meest bijzondere is de duivelsei. De duivelsei die groeit in 3 uur tijd tot een stinkzwam en ziet eruit als een penis. De stinkzwam ruikt naar rot vlees en dit zorgt dat er vliegen op afkomen die de sporen verspreiden. Ook de herfstkrokussen of herfststijlo's bloemen zijn weer vol in bloei. Deze plant is een van de giftige soorten van Europa. Maar dankzij zijn gif is de voedselproductie van de mens wel 100.000 tot 1 miljoen keer hoger dan zonder. Rara, hoe kan dit? Een stofje uit deze plant gooit bij celdeling de chromosomen door de war. Hierbij sterven verreweg de meeste cellen en de planten af. Maar heel af en toe is er één waar er niet 2 set chromosomen, maar 4 sets chromosomen in zitten. Dan heb je sprongewijze evolutie, want de tetraploïde soort kan niet meer kruisen met de gewone diploïde. En de chromosomen dragen niet alleen de erfelijke factoren, ze zijn ook de lopende band voor het aflezen van eiwitten. En daarom zijn tetraploïde soorten groter dan hun ouders. Kijk maar bij de aardbeien die in de supermarkt liggen. Deze zijn van oorsprong van bosaardbeidjes. Dit is hetzelfde bij grote pompoenen, courgettes, augurken, komkommers en kolen. Oftewel, alle voedingsproducten zijn op deze manier veel groter gemaakt. Vorige week meldde ik al dat we bezig zijn met het optimaal inrichten van 14 hectare bloemenweides in Hoofddorp. Vorige week hebben we daar gemaaid en gehooid. En deze week is er 2,5 hectare gefreesd en ingezaaid met €2500 aan zaad van klaprozen, korenbloemen en 20 meersoorten en granen. Deze week kregen we daar nog 1,5 hectare aan akkerkruiden terreinen in Heemstede erbij. Als je nieuwsgierig bent geworden, nodigen we je graag uit om een keer te komen kijken of mee te helpen. Elke dag van de week doen we 1 of 2 projecten. Neem maar op via de mail, website of Facebook via stichtingmeergroen.nl als je een keer de sfeer en het werk wilt proberen.